Yonkers, New York. In de jaren 80 een van de meest criminele steden van de Verenigde Staten. Junks, prostitutie en straatroof. Een inwoner, Bernie Glassman, wilde daar iets aan doen. Hij begon geen opvanghuis of afkikcentrum. Hij begon een koekjesfabriek. De Greystone Bakery, die brownies bakt voor Ben & Jerry's en uitgroeide tot een miljoenenbedrijf. We don't hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people. What does that mean? It means that our people is the core of our business.